Mensen, we staan hier op onze buffel, genaamd Helga. Helga. Oostenrijk. Oostenrijkse Helga. Gaan we even klonen, want deze turtle is knetterziek, mensen. En als ze deze helemaal gekloond hebben, dan is ons leven helemaal compleet, man. Knetterziek. Helga, kom op. Helga, you got this. Ik ben ook wel heel benieuwd eigenlijk wat deze kan tanken. Dus eigenlijk wil ik voor de grap wel misschien een testrun maken. I'm fast as fuck. Oh, Helga, Helga, wat maakst u hier? Hi, Helga, nee. Niet gaan vliegen, gek. Je bent een schildpad. Kom op. Niet oké. Okay. Helga. En jij ook. Helga. En deze ook. Helga. Helga. Nou, dan worden deze allemaal gekloond. En dan doen we Helga even terug in de kruienpot. En dan gaan we daar even leuke dingetjes mee doen. Je weet het. Ja, ga maar even mee trouwens. Want ik wil er eigenlijk ook turret en zo opzetten. Kijk of dat gaat. Kijk überhaupt wat ik allemaal op kan zetten. Ik zou het niet weten hoor. Maar dat zal ziek zijn. Ik weet ook niet of ik hem dan in een kruienpot kan doen. Als je structures erop hebt staan, snap je? Dat is een goede vraag. Een goede vraag. Maar we gaan het even kijken bij mijn Alpha Ice Cave. Mensen, leuk dat jullie er weer zijn. En leuk dat jullie weer deze video kijken. Sowieso thanks voor alle support van altijd. Like, abonneer en check ook even mijn livestream uit. www.twitch.tv/James. Die grote kans dat ik nou live ben. Niet zeker, maar de kans is zeer aanwezig. Oké, dankjewel. Oké, kan ik hier even rustig bouwen eventueel? Helga? Ik moet even recht staan. Oké, dit werkt wel. Dat ding is ook zo... Nee, het stond met schuin staan, recht. Oké, heel goed. Nice. Blijf even staan. En denk ook even aan de leuke lieve sponsoren mensen. Y-Food voor jullie smartfood. Maaltijd, drankjes en een flesje en nog veel meer. Met code James-YouTube krijg je 10% korting op het gehele assortiment. En G-Portal, de game server voor huurmensen. Als je interesse hebt in een Arc server of andere game servers, kunnen jullie die ook huren door op een linkje te klikken met 10% korting. Dus check even de beschrijving. Daar staat veel goede dingen in. Merci. Even kijken wat ik er allemaal op kan zetten, man. Moet ik? Ik heb toch al een platformcel erop liggen of niet? Ik denk dat ik sowieso eerst foundations gewoon erop moet leggen. Ik foundations, ja. Dan ga ik meteen even kijken of ik een tag generator erop kan zetten. Ik ben bang van niet, eerlijk gezegd. En turrets. Oké, sowieso de foundations kunnen wij gewoon platen. Dus we maken even een lekkere foundation support hierop. Zo, dan heb je hier die bankjes voor natuurlijk. Dat is toch gewoon lijp, ouwe. Even serieus, man. En ik kan niet verder. Zo. Maar ja, dat is dan een ding. Blijft het erop zetten als ik hem in de cryopod doe? Dat is een goede vraag. Een generator kan ik er ook op zetten. Oh mijn god, als ik nou turrets erop kan zetten, dan is mijn leven compleet. Kan niet. Ah, nee! No! Oh, dat is heel jammer. Maar een mobiele generator, dat is ook niet bad, hoor. En nou, dit is gewoon een lopende generator. Dat is super relaxed. Daar kan ik er dingen mee doen, jongen. Je moet eens weten. Ziek! Wat ziek! Alleen, nou moet ik nog even kijken of dit kan. Nou doe ik hem in mijn kruienpot. Alleen dan moet ik weer 3 minuten wachten. Of tot ik hem weer eruit kan halen, zeg maar. Maar ik ben bang dat al mijn structures kapot gaan als ik nou de... Oh jee, het is allemaal weg. Die kan je dus niet in een kruienpot doen. Nou, handig om te weten wel. Maar dan gaan we gewoon even Helga even buiten opbouwen. Maar volgens mij kun je er dus wel plant special X seeds in duwen. Die worden wel weer groot. Dan moet ik die even zoeken. Ja, ik denk dat ik daar even voor naar de swamp moet gaan, eerlijk gezegd. Dat ze daar allemaal liggen. Nou, dan gaan we daar toch even heen. Gezellig. Dat vind ik ook weer. Dat verbaast me ook weer dat deze beest überhaupt nog recht overeind staat. Oh, alles is niet... Oh. Is de generator leeg? Aha, oké. Deze hadden ze dus al volledig kapot kunnen maken. Nou, doe maar even een beetje element bij. Zo, hoppa. Dan kan hij weer eventjes draaien. Oeps. En dan gaan we snel naar de moeras toe, die is hier ook in de buurt. Mijn piratenboot staat er nog ergens midden, hier random op de oceaan. Ik heb eigenlijk nog zoveel dingen in totaal, jongen. Het slaat helemaal nergens meer op. Ik ben nog nooit zo rijk geweest in Ark als dat ik nu ben, geloof ik. Oké, als het goed is, liggen die plant special acties gewoon hier ergens random in de moeras. Als ik niet verkeerd heb. In ieder geval, daar vond ik ze eerst altijd. Dan deed ik ze gewoon oprapen met mijn hand. Of je zat gewoon even met een bronto rond te sweepen met je staart en dan kreeg je het vanzelf wel een keer. Maar op zich, als je ze ziet, dan zijn ze heel duidelijk te zien. Maar je moet alleen even een beetje geluk hebben dat je ze wel tegen gaat komen. En vaak staan ze een beetje op zo'n klein swamp-eilandje, zeg maar. Ga weg, man. Gek. Wegwezen. Oh jee. Wat een zwakke shotgun is dit, zeg. Hallo. Maar dit is zo'n plekje waar het eigenlijk wel vaak ligt. Klein eilandje, stukje land bij het swamp, weet je wel.
Maar deze keer niet. Dus moet ik even verder gaan kijken. En anders kan ik het altijd nog even een Genesis Simulation kopen met de punten, denk ik. Met de hexagon punten. Dit zijn de spots, ouwe. De spots waar het hoort te spannen. En als het goed is, ligt het ook niet random hier in het gras. Dat zijn aparte planten, man. Van die kleine plantjes. Een Diplocaulus. Wat kan je daar eigenlijk mee? Dat is echt heel lelijk, maar... Ik heb geen idee wat ze kunnen. Nou zeg, ja weet je wat, laat maar gewoon lekker zitten jongen. Ik zit hier al weet ik hoe lang plantjes te plukken en ik kan maar niks vinden hè. Dus, ik denk dat ik maar gewoon even eerst de tank zelf ga maken. En dan komt dit wel later, weet je wel. En het zou ook wel heel grappig zijn als we dan ook structures... Oh ja! Oh! Die moet ik hebben! Zie je, senor! Zie! Aki! Nee, ga weg, laat maar rust. Please, go away. Oké. Die moet ik hebben. Kom op. Plant special X seeds. Ja. Nee. 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 Waarom geef je mij niks? Ja. Ik heb ze. 180. En wegwezen. Net op het moment dat ik op wou geven, heb ik ze eindelijk gevonden. GG. GG, GG. Maar waar ga ik hem neerzetten dan? Of zou ik hem hier bij mijn secret dingen neer gaan zetten juist? Hier beneden. Zullen we hem eerst even testen bij Jonas? Oké, nee, we gaan hem hier eerst bouwen. Ja, kut, ik kan hem niet meenemen dan. Oh, dat is zuur. Ik ga hem bij mijn onderwaterbasis neerzetten. Bij dat beest. Dit is iets meer zijn habitat, weet je wel. Oh, yeah. Man, joeke van een schildpad. Gek. Dan gaan we hier lekker even de dingen opzetten. De tech foundations. Ja, dat wordt gewoon even een prototype voor nu. Eigenlijk willen we zo ver mogelijk eromheen kunnen bouwen, zodat we echt even wat walls en alles eromheen kunnen zetten, weet je wel. Dus nou ceilings pakken. Kijk, als we nou even hier dus wat ceilings pakken, hebben we die nog? Denk het wel. Hier ceiling. En dan wall. Dan kunnen we, als het goed is... Hij moet omlaag. Hij gaat omlaag. Hoezo gaat hij niet omlaag? Oh, wacht. Dan moet ik eerst maar pillars doen, volgens mij, of niet? Pillars. Ik heb nog geen pillars. Laat ik pillars gaan pakken. Oké. Helga. Oh, wat gebeurt er? Jee. Dus die ceilings eromheen maakt, dan zet ik hier een pilaartje neer. En dan zou die daaronder ook nog moeten snappen, right? Maar dat doet hij weer niet. Oké, nou, dan hebben we hem dus maximaal uitgebouwd. Nou, er staat helemaal nergens op. What the fuck? Een ruimteschip, man. Huh? Oh, hier kan je wel easy raids mee doen. Holy shit, als iemand een onderwaterbeest heeft, dan is hij echt weggevaagd met dit. Ik moet alleen even mijn plek vinden hoe ik deze er dadelijk uit kan varen nog. Dat is ook nog wel interessant. Oké, maar nou moet ik dus alleen even kijken hoe ik dus met die pillars ga werken. Oh, gaat er nog echt niks aan de onderkant? Het werkt gewoon niet, hè? Het werkt gewoon niet. Ik wil hem dichtbouwen. Dat werkt allemaal niet. Ja, ik weet ook niet zo goed wat ik nou moet gaan doen dan, want... Klopt helemaal niks van, gek. Over waar ik die pillars plaatsen, daar gaan ze niet staan. Kom op. Gewoon hier op de hoek. Snap hem. Heel goed. Heel goed. Niet goed. Hallo, daar ja. Goed zo. Goed. Plaats iets hier. En dan valt hij weg, hè? Helemaal grappig geworden hier. Nonde knettergast. Plaats! Oh. Oké, we hebben nou overal pilaren eromheen gezet. Yeah. En dat gaat het verschil maken. Yeah. Dit slaat zo nergens op weer. Je hebt helemaal niks aan. Ga jij hier maar lekker in je schuine existence leven, gast. Ik weet ook niet zo goed wat ik met jou aan moet. Ik ben al redelijk geprikkeld door de arkenbouwkunsten. Dus we gaan het project even aan de kant schuiven. Eventueel voor een andere keer. En je kunt toch geen turrets opzetten. Dus eigenlijk is het plan een beetje in de soep gelopen. Alleen die lopende generator, dat is wel ideaal. Want dan kun je dus ook turrets naar voren pushen. En dan als hij zegt van, hey, generate kan niet, want je staat in de range van enemy foundation, blablabla. Nou, dan loop je gewoon met deze joekel erin, met de generator erop. En dan kun je in één keer wel naar binnen, met je generate range, zeg maar, en turrets neerzetten. Dus dat is op zich wel ziek. En dan moet ik even over nadenken hoe we dat een keer gaan gebruiken dan. En bij welke base en al die dingetjes. Nou, een beetje element erin, die hoeft niet altijd aan te staan natuurlijk. Oké. Nou, doei. Helga, doei Helga. Ik ga even snel bij Jones kijken. In de vorige aflevering hebben we natuurlijk even wat dingetjes genakt daar bij Jonas. Maar dan waren die tech rexen, die hebben we in scoreshirt uit laten komen op zich.
Prima tech rekjes, maar ik ga er waarschijnlijk toch nooit iets mee doen. We kunnen Scorch ook nog even kijken of we nog betere wyverns kunnen vinden. Daar zijn we ook al lang mee bezig, maar nooit echt succes met betere wyverns. Dat is wel jammer weer. Aha, hij heeft de buitenste muur nog steeds niet klaar. What the fuck, gast? Oh, dat duurde echt zo lang. In ieder geval, ik hoor daar ook eens een soort van warp. Of Jamie heeft dus ergens een teleport hier staan, hoor. Dat zou heel goed kunnen. Wow. Hallo? Wat gebeurde er? Hallo? Waar ben je? Ik ben buiten. Waarom hoor ik telkens teleportgeluiden? Ben je buiten? Ik hoorde jou alleen teleport. Ik kwam gewoon even langs. Meer kwam ik niet doen. Waarom kom je langs? Je bent hier net ook al geweest. Je hebt al genoeg kapot gemaakt dan je hoeft te doen. Ik wou alleen even jouw poortje bekijken. Meer wou ik helemaal niet doen. Maar toen zag ik in één keer een mega blauw flitsend licht van een teleporter. Ja, omdat ik hoorde de hele tijd teleportgeluiden. Dus ik ging even kijken wat er nou, wie er nou zit te klooien hier. Oh, daar. Okay, maar ik wou... Nee, ik ben gewoon weg hoor. Maar wat vind je van mijn poortje? Ik wil weten wat je van mijn poortje vindt. Vrij zwak. Ah, ik heb zo mijn best gedaan. Fucking, dat is een 3-turf. Wat vind je van je poortje? Come on, man. Oh. Je bent al 30 dagen zeker bezig in deze ark. Je bent een handje vol met turrets en paradigms. Ik ga mezelf verdrinken in de oceaan, want ik kan het niet meer aan hier. Op deze wereld. Ah, zo. Ik ben wel gegaan, man. Mijn krachtvoer is op. Dan weet je hoe laat het is. En dat is eigenlijk tijd voor een longflesje, maar ja. Nou kan ik alleen maar een snuf. Oh, ik ben echt gaar. Holy. Kut. Oké, we gaan even bij de vulkaan kijken. Kijken of er helemaal klonings zijn, want dat moet toch gewoon even doorgezet worden. We moeten knetterveel stego's hebben en knetterveel schildpadden. En dan kunnen we denk ik eigenlijk ook nog even best in Genesis nog even knetterveel materialen gaan farmen. Element shards, want die zijn echt op. We gaan nog even een missie doen. Het is ook wel leuk om even een keertje weer loot drops te openen voor blueprints, man. We missen op zich nog wel redelijk wat blueprints. En mijn schildpadden zijn klaar. Nice. En mijn uberbabs zijn ook klaar. Nice. En al die giga's. Het is echt niet normaal wat hier allemaal staat, hè. Er staan eigenlijk maar een paar turretjes. Maar ik denk dat het alsnog gewoon heel moeilijk te reden is als je dit allemaal op neutral zet. Nee, man, boy. Uberbep. 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 Het kost 18.000 shards om te klonen, Uberbep. Jeetje, mine. Ik mis er een paar. Waar zijn die dan? Deze. Deze zijn echt heel cursed, ouwe. What the fuck? Helga, kom hier, Helga. Helgo. Helgo. Komt u maar, Helga's. Nee. Kijk hoe die loopt. Loopt allemaal helemaal kut. Ja, pum, 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 skip it up, pum, quirky, leuk. Oh nee, shit, ik moet even één Elga nog hebben voor de kloning, man. Oh, oké, kom hier draaien om. Ja, we kunnen ook bij deze kant beginnen hoor, geen stress. Elga, Elga. Oh, dan hebben we dadelijk zoveel van die schildpadden, ouwe, ook nog. Oh nee, joh. Elke, nee, niet weer. Papa, die mami. Stom het vliegen, gekje van het schildpad. Oké, nou, deze klonen door. En dan kan jij lekker hierbij komen staan, Helga. In het rijtje van schildpadden, dan zijn deze stekels ook door aan het klonen. Nonde, knetter, ouwe. Dit is toch gewoon knetterziek. Dit is nog wel een van mijn meest vette bazen. Ik vind het wel jammer dat ik hem eigenlijk nog helemaal niet afgerond heb. En eigenlijk ook helemaal niet klaar is voor gebruik. Maar alleen kan klonen. Nou, in principe, volgens mij zit er letterlijk niet eens ammo in mijn turret, bedenk ik me nu. Nee, nul. Niet eens ammo in mijn turret. Jezus, het is allemaal versierd. Dat mogen jullie natuurlijk niet zeggen in de comments van Rudy en Jonas. Want anders komen ze in één keer langs. Er zit ook helemaal geen ammo in de turret, helemaal niks. Ik weet wel dat hier dan volgens mij wel ammo in zit. Right. Ja, hier zit wel ammo in, maar ook helemaal niet veel. Ja. Die moet ik wel even bijvullen, eerlijk gezegd, man. Om die toe. Oké. Nou, dan gaan we snel wat ammoetjes pakken, denk ik, man. Ik kan niet omlaag hier. Oké. Ammo. Hier zit allemaal Advanced Rifle Boeders nog in. Hoeveel neem ik mee? Ik hoef... in principe hoef ik niet alles helemaal vol te janken, hoor. Het is maar dat er gewoon overal een beetje kogels in zit. Volgens mij heb ik nog helemaal niet superveel turrets daar staan. Ik denk dat het dan moeilijk zat is met al die dino's die er staan om überhaupt binnen te breken. 53.000 moet al meer dan genoeg zijn
We hebben trouwens ook knetterveel materialen om ook even dit te doen, hè. We hebben keiveel charcoal, we hebben keiveel metal. En we hebben keiveel hout. Die hout kunnen we nog even omsmelten naar charcoal. Laten we dat ook doen. Kijk eens aan, joh. Helga! Ziet eruit! Oh, dat is wel echt intens, man. Dat is wel echt heel vet, maar wel intens. Ik heb alleen nergens zadels op liggen. Dat moeten we nog wel even doen. Die stegels kunnen we sowieso settelen. Daar heb ik nog genoeg voor liggen. Maar ja, dat komt allemaal wel. Die kunnen we altijd nog gewoon even settelen. Eerst even helemaal doorklonen. Je moet er wel echt heel veel van maken. Want dit is wel echt mijn uberlijn aan stego's. Ik ben niet van plan om ze nog beter te gaan maken. Wie weet, mensen. Wie weet. Drink een biertje. Oh, nee. Ik moet deze stego's gewoon even wifehood gaan voeren. Dan wordt het vanzelf 200 HP start. Oké. Oh ja, ik was bezig met de ammo van mijn turrets. Dan kunnen we, als we hier een beetje hangen, dan doen we gewoon zo. Preset 1, transfer. Oh, werkt allemaal niet. Je moet wel even erg stil kunnen staan, denk ik. Heb je die presets niet ingesteld? Heavy turret en tech turret. Transfer. Bang. Oké. Wel, oké, nice. Nou, dan hebben we in ieder geval overal kogels in zitten. Dat is al heel wat. Dan hebben we dat ook even gefixt. Dan is het in ieder geval een soort van wel verdedigd nou, at the moment. Ja, je kunt er alsnog heel veel dingen tegen doen of tegen bij deze baas. Maar het is, het blijft lijp. Je kunt met dino's hier gewoon niet weglokken. Je moet je vechten doorheen gaan vechten. Om hier binnen te breken. En eigenlijk zou ik het ook wel best graag willen zien als hier een keer gereed gaat worden. Hoe dat er aan toe gaat, weet je wel. Dit is gewoon een grote Dino Viperlooza. En je moet ook nog die turrets gaan soken. Ook deze hier en daar beneden. Maar hoe ga je dat allemaal doen? En als deze allemaal goede saddles hebben, dan zijn die ook moeilijk kapot te krijgen. En Helga. En die Helga zijn ook niet neer te krijgen. Die stegen zijn helemaal niet neer te krijgen. Oh, dit wordt mooi. The Pit That's Dooms zijn we aan het creëren hier. The fuck? Johannes? Oh my god. Oké, ik ga mijn net projectile pakken. What the fuck doet hij hier? Oh nee, laat maar rust. Ik ben bezig. Ik moet hier even lekker spioneren, jong. Nou ja, ik heb dit eigenlijk nog nooit van mijn leven gezien. Ik was eigenlijk gewoon onderweg of aan het vliegen naar de blauwe ark. Maar ik zie ineens een hele structuur in de vulkaan. What the fuck heb je gedaan hier, gast? Oh, jij bent zeker benieuwd naar mijn geheime plan. Nou, ik ben ook vooral benieuwd een beetje waarom je de helft van je HP mist. Dan is dit je moment om mij te killen, Joost. Dat heb ik al een keer eerder geprobeerd, Jamesy. Nee, laat me met rust. Dat heb ik al geprobeerd, het werkt toch niet voor mij. Je gaat dan lekker ergens anders spioneren, man, gek. Kijk, ga. Oh, what the fuck? Die netten blijven maar doorvliegen, hè? Gaat hij nou echt naar mijn ice cave toe? Oké, die is weggejaagd. Ja, ik vind dat zo sneu om Joost te killen of zo. Ik vind dat echt heel sneu. Dus ik zeg maar gewoon dat hij weg moet gaan. En niet... Oh, even kijken of ik nou niet bij mijn ice cave gaat zitten scouten hier, joh. Ja, dan moet ik hem wel een beetje gaan volgen. Misschien brengt hij mij wel naar Rudy toe. Dat zou ook heel ziek zijn. Misschien is hij met de obelisk gaan praten. Mijn base. Waar is mijn ice cave? Is hij hier? Ja, hier is mijn ice cave. Hij gaat naar de obelisk toe. Wat gaat hij doen? Oh, hallo, Jamie. Hallo. Ik wist het. Pas op. Die moet neer. Hij is hier. Die rat. Hij is hier. Waar is hij? Mijn aberration base! Oh nee, wat doen we? Oh, die gaat neer, jongen. Die gaat zo hard neer. Ja, die heeft daar stemmen naar problemen, jongen, die draak. Oké, en gaan. Come on! Ja, die draak is veel sneller dan dat ik ben, man. Even serieus. Dan ga ik hem iets meer bij moeten houden. Hij zit gewoon op de Wyvern Chan. Hij blijft maar doorvliegen. Oh! Wat is dit van basis? Johannes, Huh? Rudy heeft mij zojuist naar een base van Johannes gelokt. Dat meen je. Oh, dan kan ik hier ook op bed neerzetten. Ik ben gejoomd, man. Hij gaat sowieso terug naar de obelisk. Wacht maar. Maar dan weet ik in ieder geval dat Johannes hier zit. Dan heb ik die baas ook gevonden. Maar wat zijn ze van plan bij de obelisk? Gaan ze een bossfight doen toevallig? Oké, ik ben hier bij de blauwe obelisk. En nou is er niemand meer. Ah, scheisse. Nee, ik ben ze kwijtgeraakt. Ik heb helaas geen vliegende dino. Helaas. Nou, dan ga ik mezelf gewoon even veiligstellen in de basis. En lekker wachten totdat mijn kloning weer klaar is. Ik heb nog steeds geen Ferox getemd. Hoor. Ik wou een Ferox stemmen, maar dat heb ik niet gedaan. Very nice. Maar wie weet, in de volgende aflevering van Ark Survival Evolved, dat we wel een dikke Ferox gaan temmen, sowieso. En nog andere dino's. En
even onze basis een beetje uit gaan breiden nog, wie weet. Even voorbereiden op de Doomsday. Ik denk dat ze toch wel een keer langs gaan komen hier bij mijn Ice Cave, man. Ik ben alleen heel benieuwd hoe ze binnen gaan komen, maar ik denk wel dat het nog gaat gebeuren. Dus daar moet ik me sowieso op voorbereiden. Deze base moet nog veel meer alpha worden. Ja, dat is geen probleem. Komt goed. We hebben echt knetterveel turrets, knetterveel allemaal kunnen we nog maken. Dus dat betreft valt het eigenlijk allemaal wel gewoon goed te doen, man. Ik meen serieus wel. Hey, thanks voor kijken en tot de volgende keer weer. Peace.